Ondernemers kunnen toch nog redelijk voordelig een oudere auto blijven rijden. Belastingverhoging voor de zogeheten youngtimers wordt vrijwel geheel teruggedraaid. Dat bleek tijdens een Kamerdebat over de belastingplannen voor volgend jaar. Youngtimers zijn auto's tussen de 15 en 25 jaar oud, zoals deze BMW. Ondernemers die zo'n auto zakelijk rijden betaalden bijtelling over de dagwaarde van de auto, maar de Kamer wilde dat veranderen. Voortaan zou de bijtelling over de toenmalige nieuwwaarde moeten worden betaald. En bij Mercedes zoals deze scheelt dat behoorlijk, maar dat gaat nu dus niet door. Goed nieuws voor u. Ja, in grote lijnen wel. Ja, absoluut. Ja, het betekent dat eigenlijk 96% van de lastenverhoging niet doorgevoerd wordt. Want er verandert wel iets. Het bijtellingspercentage wordt verhoogd van 25 naar 35%. Maar gerekend over de dagwaarde van de auto gaat het dan om een paar tientjes.